Zondag 21 januari 2018. De mannen hebben de warming-up achter de rug en staan startklaar. Grootste kanshebbers zijn Samuel Fitwi, Abdi Oulad Hakim, Shakib Lachar en de Nederlander Michel Butter. En daar zijn ze onderweg naar de 10,5 kilometer hier in Roduc, gemeente Kerkrade, onder prachtige weersomstandigheden. Duidelijk beter ten opzichte van gisteren toen het hard regende. En u ziet het nog op het parcours dat er nog behoorlijk vochtig is. Er ligt nog veel water en dat betekent ook veel modder. Dan na de eerste 400 meter, de eerste koplopers die zich al een weg hebben gebaand om niet in het middenveld te hoeven te lopen, want dat kost natuurlijk extra kracht om daar uit te komen en de koppositie in te nemen. Het tempo wat de mannen presenteren is bijzonder hoog, maar goed, de weersomstandigheden zijn daar ook uitdagend voor. Dan wordt de koppositie gevormd door Abdi Oulad Hakim en Shakib Lachar. Een stralend blauwe hemel mag je het noemen. De laatste twee dagen kwam het hier met bakken naar beneden. Geluk voor de renners en de organisatie. Heel veel publiek langs het parcours dat regelmatig aan de kant moest springen om de hard en snel lopende renners op een gegeven moment plaats te geven. En hier de koppositie na vier rondes. Het gaat richting de finish. Wie gaat de nummer 1, 2 en 3 worden? De regionale omroep L1 wilde de mooiste beelden maken, liet de cameraman achter de renners aanrennen en dat stukje kostte hem 10 minuten tijd om op adem te komen. Een mooi heuvelachtig circuit. De wielrenners kunnen daarover meepraten. De Duivelsberg is een hele zware klus ook voor hen. En als je een goede plek zoekt, dan heb je een heel mooi overzicht over de prachtige run hier in Kerkrade. En kijkt u en geniet u maar mee. Daar komen de renners aan en u kunt van hieruit overal heen kijken. Dan komt hier de laatste ronde, de bel voor de laatste ronde en gaan deze vier mannen waarschijnlijk uitmaken wie hier de nummer 1, 2 en 3 gaat worden. En dan heb ik nog even tijd voor snel naar de finish te rennen. En ook de professionele fotograaf is aanwezig, Peter Trompetter. En dan hier beelden van de finish. De Spanjaard Shakib Lachar zit op de eerste plaats, gevolgd door Samuel Fitwi en Abdi Oulad Hakim. Zij gaan de nummer 1, 2 en nummer 3 worden van deze run. Van harte gefeliciteerd. En hier kijkt u naar de prijsuitreiking, de medailles voor de nummer 1, 2 en 3. Een uitgebreide reportage met alle deelnemers kunt u op Nederland Top Video binnenkort zien. Ik zou zeggen, bezoek de website en kijk nog eens naar alle reportages van de Abdijcross. Werkelijk wonderbaarlijk inzet. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Gio Bouwens voor Nederland Top Video Sport.